Welkom bij de Fit voor Voetbal podcast. In deze podcast ontdek je de wereld van voetbalspecifieke training, voeding en mindset. Ga luisteren naar informatie en inspiratie hoe jij meer uit je spel kunt halen. Yes, tof dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van de Fit voor Voetbal podcast. Met vandaag weer een inspirerende gast. Ik ga vandaag in gesprek met Leon de Kogel. Leon, welkom. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ja, goedenavond. Dankjewel dat ik hier mag zijn bij jou. En deze podcast gaat over inspiratie om meer uit jezelf te halen en vooral ook uit je spel te halen. Yes. Nou, jij hebt helaas noodgedwongen moeten stoppen met profvoetbal door een auto-ongeluk. Daar gaan we het vandaag onder andere over hebben, maar ik wil het ook zeker hebben over de periode daarvoor. Ja. Als profvoetballer. Maar ik vind het heel inspirerend hoe je hebt teruggeknokt met alle doelen die je nu hebt. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Dus eigenlijk je carrière eigenlijk in beeld brengen met alle hoogte en dieptepunten. Helemaal goed. Dus laten we bij het begin beginnen. Een jonge Leon. Begonnen bij SV Hout, hè? Ja, klopt. Ja, ik kun je wat mee terugnemen. Ik was denk ik 5 jaar toen. Mijn broer zat op voetbal, mijn vader zat op voetbal. Ik heb 2 oudere broers. Ja. En ik was 5. Ja, dus ik ging ook interesse krijgen in voetbal natuurlijk. Ja. En ik ben toen begonnen bij SV Houten. Echt in de, F10 was het volgens mij toen nog. Ja. En toen ben ik begonnen op 5-jarige leeftijd. En dat was toen best wel vroeg. Alleen eigenlijk toen al begonnen en mijn hele jeugd bij SV Houten gespeeld. Ja, ja precies. Want hoe was jij als kind? Hoe was een jonge Leon? Best wel rustige jongen vroeger. Mm-hmm. En een beetje katten de boom kijken vaak. Maar hield ook wel weer van de voorgrond. Maar pas als de groep het ook deed, zeg maar. Daar ging ik mee. En ik was niet echt een kartrekker, zeg maar, die gelijk het voortouw nam altijd. Vroeger toen ik jong was. En verder ben ik gewoon heel erg blij dat ik nog steeds heel veel vrienden heb van toen. Dus daar ga ik nog steeds mee om. En dat maakt het nog steeds wel bijzonder dat ik zo jong daar ben begonnen en die nog steeds allemaal ken. Ja, wat je zegt, je hebt ook de hele jeugd dus daar doorlopen. Eigenlijk alle elftallen, alle leeftijden in de jeugd dan. De eerstejaars A1. Dus ja. Eerstejaars A junior. Dat was 15 jaar is dat volgens mij ben je dan. Ja. En toen, dat is best wel een gek verhaal natuurlijk. Ik was altijd verdediger. In ieder geval in de jeugd stond ik ook op mid-mid en links half vaak. Maar toen ging ik in de B1, of ja, eerstejaars B, ging ik vaak met naar voren als gescoord moest worden. Okay. En dan had ze gescoord en ging ik weer naar achteren. Dus ze wilden toch een soort slot op de deur en daar was ik dan ook weer voor. Alleen toen in de tweedejaars B, toen ging ik steeds vaker. En de trainer in de A1, die zei van, Leon, we gaan jouw spits maken. En die heeft dat toen ook eigenlijk gezegd tegen de voorzitter. En die zei, nee, dat moeten we niet doen. We willen hem opleiden tot centrale verdediger bij ons, bij SV Houten. Maar hij zei, ja, ik zie het in hem zitten. Ik wil hem gewoon voorin hebben. En ik zag dat ook wel zitten. Ik vond dat eigenlijk het leukste om te doen, ook scoren. En zo geschiedde het. En ik scoorde toen, 40, 45 dat seizoen. Aan de lopende band. Ja, en toen werd ik gescout door Utrecht, door Ajax, Vitesse. RBC Roosendaal was dat toen nog. Die zijn er nu niet meer, maar... En door verschillende hoge amateurverenigingen. Alleen, ik had bij mezelf wel... Toen ik al verdediger speelde, kwamen er al wat jeugd- of amateurverenigingen. Maar dat zag ik niet zitten. Nee. Ik wilde gewoon bij mijn vrienden blijven, lekker voetballen. Maar ja, toen kwamen die profclubs. En toen ben ik stage gaan lopen bij Utrecht en... Toen werd ik eigenlijk gelijk bijna aangenomen. Ik scoorde toen 4-1 wedstrijd in de eerste oefenwedstrijd. En toen zeiden ze, wil je volgend jaar hier voetballen? En toen zei ik eigenlijk gelijk ja. Ja. Was dat ook altijd al een droom die je toch had als kind? Ja, alleen die is wel een beetje gaan verwateren toen. Dat was wel mijn droom. Als verdediger stond ik altijd op de lijstjes en bij de KNVB-elftallen dan. Mm-hmm. Van de amateurvereniging, zeg maar, de district-elftallen. Alleen... Ja, het was het net niet. En voor mijn gevoel vond ik verdedigers toch niet zo leuk dat ik ook echt alles uit wilde halen. En dus was ik heel blij dat ik voorin mocht gaan spelen. En toen had ik ook echt de motivatie van nu, ja, waarom niet? Nu kan het ook echt gaan gebeuren. Ja. En toen kon ik echt mijn kwaliteit laten zien, ja. Ja, toen ging je dus relatief
laat naar een BVO natuurlijk, ja. naar Utrecht. Ja. Maar in die fases daarvoor wel eerder interesse gehad dus van ja, 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 wat ik zei, ja, precies. Ik, ja. Altijd op het lijstje. Maar nooit concreet. Nee, ik heb ook nog een keer die talentendagen dan meegedaan. Daar werd ik daarvoor uitgenodigd. Maar het was altijd, ja, viel ik toch net af. Ja. En ja, dat was toch misschien net het verdedigerspuntje dat ik toch niet helemaal het leukste vond aan voetbal. En dat ik veel aanvallende dacht. En dat hielp niet. Dus nee. Toen was ik blij dat ik voorin mocht gaan spelen. Ja, precies, want hoe ging die stap uiteindelijk dus van FC Houten naar FC Utrecht? Ja, dat was... Ik moest toen eerst een stage afronden bij Utrecht. Mm-hmm. En ja, eigenlijk ook bij Ajax daarna nog. Maar ik heb toen eigenlijk na die stage bij Utrecht gezegd, ik ga naar jullie. Omdat uit de buurt kwam ik. Ja. En het was voor mij ook praktisch gewoon in de buurt. Ik dacht, als ik echt goed ben, dan ga ik het hier eerder redden ook bij Utrecht. Ja. En zo dacht ik toen al. En dat kwam ook omdat ik natuurlijk wat ouder al was. Maar dat ging eigenlijk heel snel. En toen kwam ik bij Jean-Paul de Jong. Oh ja. Die was toen de trainer. En ik heb eigenlijk bijna alles gespeeld die eerste jaar dat ik bij Utrecht kwam. En ook veel gescoord toen. En dat jaar daarop ging ik naar tweede. En na een half jaar zat ik in het eerste. Ja. Dus dat ging echt heel hard. Echt, na anderhalf jaar zat ik eigenlijk al in het eerste. Wow. En toen deed ik veel mee, trainde ik veel mee bij het eerste. Speelde nog wel veel wedstrijden, natuurlijk bij het tweede. Maar eigenlijk werd ik toen al snel definitief overgeheveld naar de A-selectie. Ja. Wow, ja. Snel gegaan dan in anderhalf jaar van heel snel, SV Houten naar ja. Galgenwaard. Begin had ik er wel wat moeite mee, qua spierblessures ook. Omdat ik gewoon niet, die intensiteit was ik niet gewend. Dat was wel heftig natuurlijk. Je traint normaal twee keer in de week, speelt op zaterdag. En nu ging je eigenlijk elke dag trainen. Ja. En speelde je ook nog een wedstrijd. En daar had ik nog wel lichamelijk wat moeite mee. Maar gelukkig was Jean-Paul de Jong toen ook van, die hield me soms ook wel eens van de training af. Omdat hij gewoon begreep dat best wel heftig was. Qua belasting. Ja. Ja. Ja, precies. Maar ja, uiteindelijk nog best wel goed doorgekomen. Ja. Ja. Maar goed inzicht had de trainer in Houten dus. Om toch een aanvaller van je te maken. Ja, precies. Hij heeft ook nog wel eens een interview gehad in de Galgenwaard. Okay. En toen heeft hij een beetje uitgelegd hoe dat is gegaan toen. Maar ja, hij heeft het uiteindelijk wel gezien in mij. En hij heeft me uiteindelijk die kans gegeven om voorin te gaan voetballen. En daar ben ik hem nog steeds wel dankbaar voor. Ja, snel gegaan. En uiteindelijk dus binnen anderhalf jaar al je debuut gemaakt voor het eerste van Utrecht. Klopt, ja. Ik ging toen eigenlijk speelde als Europa League. En toen ging ik ook mee. Maar mijn debuutwedstrijd was FC Groningen uit. Ja, dat was in 2010. Okay. Dus dat ging na anderhalf jaar. Ja, toen viel ik de laatste 10 minuutjes in, 5 minuten, zoiets. Okay. En dat is dus heel snel gegaan, ja. 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 Ja, wat kun je vertellen over je debuut, zeg maar de aanloop daarnaartoe? Kan je iets vertellen over die week? Hoe ging dat, na Groningen uit? Nou ja, kijk, toen ik voor het eerst natuurlijk met het eerste mee trainde, had ik best wel wat zenuwen. Want ja, je bent natuurlijk een jochie van SV Houten. Daar heb ik wel veel in het eerste gespeeld, op mijn 15e. Ja. Alleen, bij FC Utrecht is het toch een ander dingetje, is toch een ander niveau. Ja. Dus ik leefde daar wel gewoon van dag tot dag naartoe. En elke dag ging ik wel weer... ging ik lekker wel met een goed gevoel heen. Alleen ik had nooit verwacht dat ik zo snel mijn debuut zou maken. En hoewel je spits natuurlijk misschien wat sneller je debuut maakt. Want we kwamen toen 1-0 achter bij Groningen uit. Volgens mij, als ik goed heb. Granqvist, dat weet ik nog zelfs. Die scoorde een penalty. En toen de laatste 5 minuten, hij zegt, Leon, je komt erin. En ja, dat voel je toch wel wat. Ja. Ja, dat is niet eens echt spanning, maar gewoon een soort adrenaline boost of zo door je lichaam. Ja. En toen stond ik daar en dat heb ik later wel vaak teruggekeken. Dat ik zeg maar met dat bord met 47 was mijn nummer, ging omhoog en dat heb ik best wel vaak teruggekeken, kan je vertellen. Ja. Ja, kan ik me voorstellen. Ja, dat was een bijzonder moment. Een mooi moment. Ja, ja, heel erg. En heel snel gegaan. Dat ook nog. Ja, precies. Ja. Want hoe ging je daarmee om met die zin? Heb je die wedstrijd wel, of tenminste die 10 minuten, bewust meegemaakt? Of sta je dan gewoon op de automatische piloot? Ik heb dat bewust meegemaakt. Ik heb toen ook nog, geen kans, maar ik kreeg toen een hoge bal die ik goed aannam, nog met links op goal schoot. En dat voelt dan lekker. Ja? Dan denk je toch van, hey, ik zit er wel lekker in. Maar het ging eigenlijk wel ging prima. Weet je? Ik kreeg daarna ook wat complimenten van, ja, het is toch best wel bijzonder dat als je anderhalf jaar pas in bijna een profclub zit, dat je gelijk al je debuut maakt. En ja, dat ging goed. Ik weet nog dat ik erin kwam, dat je mijn naam hoorde. Dat het publiek toch van,
wie is dat, weet je wel, van de kogel, die denk ik, huh. Ja. Maar ja, dat was ook wel weer leuk. En ik heb dat heel leuk ervaren eigenlijk. En daarnaast nog, ja, is het nog veel sneller gegaan. Bleef ik er eigenlijk bij en nog veel meer wedstrijden gespeeld. Europa League, toen kwam er heel snel. Ja. Waar ik mee ging, STL Boekarest, Liverpool, ja, echt van alles. Dus dat ging heel snel. Ja. Ja, precies, een van de hoogtepunten natuurlijk wel op Anfield spelen. Ja, dat is denk ik... Ik heb twee echt hoogtepunten. Dat is Liverpool uit. Ja, dat droom je natuurlijk. Dat is, ja, dat is misschien cliché op Anfield, maar... Ja. Dat is gewoon het stadion ook, weet je wel. Dat is gewoon het gevoel dat je al daar het veld op komt lopen. Het helemaal vol zit, ook met Utrecht supporters. En dat je daar ook nog lang mag spelen dan. Dat, want ik kwam er in de eerste helft al in voor Ricky van Wolfswinkel. Die brak toen zijn sleutelbeen. Dat was minder. Maar ja, ik kreeg toen wel de kans en ik kwam erin. En daar heb ik echt een lekkere wedstrijd gespeeld. Ik speelde dan 0-0. Maar ja, dat is toch fijn dat je dan... Je verwacht niet dat je zo lang mag spelen. Nee. En daar kan je mooi op terugkijken, ja. Ja, van SV Houten naar de Hogewaard naar Anfield. Het zo snel, precies. Zo snel kan het gaan. Zeker, ja. Ja, wat tof. Ja, toen... Nou, uiteindelijk, volgens mij ben je 5 jaar heb je bij Utrecht gespeeld, hè? Ja, nee, klopt. Ja, ik ben uiteindelijk ben je kort verhuurd. Ja, ik ben 2 keer verhuurd geweest. Aan VVV ben ik 1 jaartje verhuurd geweest. Wat ook, ja, dat ging heel goed. Was ik heel blij mee, dat jaartje. Scoorde ik een 15, volgens mij. En nog 1 jaartje Almere, dat was een minder jaar. Toen had ik Vincent Janssen speelde toen. Oh ja. Ja, die hebben het natuurlijk heel goed gedaan. En die deed het gewoon heel goed. En daardoor speelde ik ook niet. Dus ja, dat kan je soms hebben. Dat is vervelend, vooral omdat je verhuurd wordt. Ja. Maar goed, ja. Daarna, eigenlijk na dat jaar, na het slechte jaar, ben ik naar Go Ahead Eagles gegaan. Ja. Ja, precies. En die eerste verhuurperiode, hoe kwam dat zeg maar tot stand? Je kwam bij Utrecht, kwam natuurlijk in beeld. Het ging allemaal snel, wat je net zegt. Wilde Utrecht je dan graag laten gaan? Of wilde jij bijvoorbeeld meer speeltijd? Hoe ging dat? Nou, eigenlijk heb ik 3 jaar verlengd toen tussendoor. Okay. Ze hadden echt vertrouwen in mij en ze zeiden van, we willen je contract verlengen met 3 jaar. Dus dat sprak heel veel vertrouwen uit natuurlijk. Ja. Alleen, je had toen Ricky Volswinkel, Milenga, volgens mij Frank de Moers had je zelfs nog. En ik wilde gewoon graag spelen. Ik was nog jong. Dus ik zei, mag ik niet eerstejaars verhuurd worden? En dat wilde ze eerst niet. En toen uiteindelijk kwam VVV toen. Ja. En toen, ja, dat was voor mij gewoon een perfecte stap. Gewoon even eruit, veel spelen in de Jupiler League was het toen nog. En dat kon. En dan na dat jaar dan kwam ik eigenlijk terug. Ja. En dat is heel goed verlopen hoor. Want ik heb natuurlijk best wel veel goals gemaakt daar. Best wel veel gespeeld ook. Ja. Dus het was perfect. Daarom, gewoon ervaring weer opdoen. Ja. Voor goals maken. Precies, ja. Want dat was dan het grote verschil. Tussen je was toch die Utrecht omgeving gewend op de club. En toen die stap maken naar VVV en later natuurlijk ook naar Almere. Wat zijn dan echt de grote verschillen? Ja, bedoel je qua wonen of gewoon qua voetbal? Ja, beide. Gewoon, ja, kijk, qua wonen is er natuurlijk een heel groot verschil. Mm-hmm. Want hier woon je bij vrienden, familie, wonen allemaal hier in Utrecht. En ik ging toen naar Venlo. Ik woonde in Belfeld. Dat is een dorpje naast Venlo, op een vakantiepark. Oké. Okay. Dus dat is wel een verschil qua wonen en qua mensen om je heen natuurlijk. En dat was prima, hè? Want ik vond het ook wel weer fijn. Lekker die rust daar en alleen focus op voetbal. En het voetbal zelf was heel leuk. Ik speelde daar met wat oud teamgenootjes van FC Utrecht ook. Dus ja, ik had het heel erg naar mijn zin. Ook gewoon die onderlinge band met de spelers. Die spreek ik nog steeds echt wekelijks. Misschien wel dagelijks sommigen. Okay. En die band is gewoon die was heel hecht. En Almere woonde ik wel gewoon hier in de buurt. Dat reed ik gewoon samen met Rodney Schneider reed ik heen en weer. En dat was voor mij gewoon een vervelend jaar. Omdat ik weinig speelde en ik ging niet echt met zin daarheen. Het was gewoon net niet. En ik kan heel goed begrijpen dat Vincent speelde, want die deed gewoon heel goed. Ja. En die ging toen ook naar AZ en die scoorde, iedereen kent dat verhaal natuurlijk. En die kwam zelfs Nederlands elftal, dus ja, daar kan je ook niet zoveel over zeggen. Alleen, het is jammer dat je dan niet dat hele jaar speelt. Maar verder, qua groep, ik spreek ook nog wel een paar daarvan. En ik heb eigenlijk bij elke club wel wat vrienden eigenlijk een soort van overgehouden. Dat is wel best wel bijzonder, zeggen mensen, ja. Ja. Superleuk. Ja, vrienden zeker. Ook na het voetbal. Ik spreek er nog steeds veel, hè. Ja. Precies. Nou, uiteindelijk na die 2 verhuurperiodes ging je niet terug naar Utrecht, hè? Nee. Toen heb je dus de transfer gemaakt naar Go Ahead Eagles.
Ja, wat blijf je het meest bij uit die tijd? Ik denk een hele mooie tijd. Ja, zeker. Zeker na dat jaar bij Almere. Ja, dat is uiteindelijk sportief, zeg maar, denk ik, mijn mooiste periode geweest. Ja. Ik weet nog dat ik in de voorbereiding begon. Dat was toen Ten Hag werd toen trainer bij Utrecht. En ik hoefde niet weg. Alleen, ja, hij zei, je gaat waarschijnlijk niet zoveel spelen, omdat we wat andere spitsen hebben. Ja. Dus toen had ik, ja, toen zei ik van, dat zou ik liever als een mooie club komt, toch verkassen. En Ten Hag had wel wat banden natuurlijk met Go Ahead Eagles. En Jean-Paul de Jong ook. Dus ja, die zeiden van, ik draaide echt een goede voorbereiding met Utrecht. Die zeiden van, kijk er nou eens naar, weet je wel. Is het niks? Ja. En toen ben ik naar Go Ahead gegaan. Ja, en daar aardig wat goals gemaakt is. Ja, ja 30 goals in al die seizoenen volgens mij uiteindelijk. Ja, klopt. Dus, ja, ik maakte er 24 in mijn eerste seizoen. Dus, ja. Dus dat waren heel veel. Ja. En toen heb ik ook een bronzen stier gewonnen. Ja, dat was voor mij sportief het allerbeste jaar. Hè? En we promoveerden naar de Eredivisie. Ja. Dus ja, dat was voor mij het tweede hoogtepunt. Ja. Dat ik in de kampioenswedstrijd eigenlijk tegen de Graafschap uit... Toen scoorde ik de 1-1, waardoor eigenlijk voor ons gevoel was het toen veilig na die goal. Ja, ja ook fantastische goals gemaakt. Ja, zeker. Ja. Nou, voor de luisteraar, tik het maar in. De goals tegen Sparta, de goals tegen Almere, tegen dus je oude, klopt, oude club. Ja. Ja, hoe kijk je daarop terug als je nu die beelden ziet van die goals van die tijd? Ja, ik heb twee zoontjes. Mm-hmm. En die vragen nog wel eens of ik dat wil laten zien. Kijk, ja, ik vind het zelf gewoon heel mooi om naar terug te kijken. En dat blijft ook zo. Want het zijn toch dingen die je hebt bereikt en dat blijft voor altijd bij. Ja. Maar mijn zoontje wil het ook altijd graag zien. En die vinden dat natuurlijk heel mooi om te zien. Die denken van, hoe kan papa nou op tv komen, weet je wel. Die vinden dat nog gek. Ze zijn 6 en 4, dus... Oké, ja. Ze begrijpen dat nog niet helemaal, hoe dat zit. Nee. Maar tuurlijk is dat mooi om terug te zien. Dat zijn gewoon, die blijven je altijd bij, die hoogtepunten. En het waren ook, het waren geen... slechte goals, denk ik. Nee, en dat is nog zacht uitgedrukt. Ja, nee, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, precies. Nee, mocht je de goals nog niet gezien hebben of niet meer herinneren, tik ze zeker in. Want, genieten. Ja, vind ik ook. Ja, zeker. Zeker. Ja, dat is natuurlijk lastig voor je kids dan om. Die hebben dat nooit bewust echt meegemaakt. Nee, dat je wekelijks Eredivisie speelde of echt op tv kwam. Klopt, we waren net te jong. Maar goed, gelukkig zijn daar de beelden nog. Precies. Daarom. Ja. Daarom. Ja. Nee, mooie tijd dus bij Go Ahead gehad. Veel goals gemaakt. Dus, zeker. Mooie tijd. Nou, uiteindelijk van Go Ahead 3 seizoenen volgens mij gespeeld daar, hè? 4? Ja, 2,5. 2,5, Ja, uiteindelijk dus in 2018 verkast naar Spanje, naar Cornella. Ja, klopt. Ja, was dit altijd al een droom om in het buitenland te gaan spelen? Heb je dat altijd in je achterhoofd gehouden? Ja, het was wel altijd een droom om toch over de grens te gaan voetballen ergens. Ja. Ik heb toen aangegeven bij Go Ahead van dat ik toch wel een andere uitdaging zocht. Was Jan van Staal, was toen trainer. En... ja, die wilde wel meedenken. En toen ben ik eigenlijk alle aanbiedingen die ik heb gehad, ben ik wel langs geweest. Ja, ik kon toen naar Vietnam. Ja, ik zei, op het begin zei ik van, nou, ik weet niet of dat iets voor mij is. Ik heb ook 2 kinderen hier. Maar ik ben wel gaan kijken. Ik ben toen met mijn vader erheen gevlogen, gewoon om te gaan kijken. Ja, als ik niet, straks krijg ik in een keer spijt dat ik niet heb gekeken. Precies, ja. Dus ik ben daarheen gevlogen, maar ja, eigenlijk was ik binnen... 4 uur dat ik in Vietnam was, zeg maar, wist ik al van, nee, dit gaat het niet worden. Wordt hem in, ja. En toen moest ik meetrainen. En toen zei ik, nou, dit wordt niks voor mij. Toen ben ik nog heel even gebleven. En toen ben ik weer teruggevlogen. Okay. Toen ben ik eigenlijk de ochtend daarna ben ik gelijk naar Schotland gevlogen. Daar ben ik met een zaakwaarnemer ben ik daar naar Hearts gegaan. Hele mooie club. Echt een heel mooi stadion. Ook wilde heel graag dat ik kwam. Alleen ja, heel eerlijk, financieel kwamen we daar gewoon niet uit. En ik moest daar, daar ging ik gewoon niks aan overhouden. Dus toen dacht ik van, ja, ik doe het natuurlijk ook voor het voetbal. Maar ook wel een beetje voor de financiën natuurlijk. Tuurlijk, ja. En ik heb 2 kinderen, dus ik kan niet dat ik daar aan onderdoor ga daar. Nee. Dus daar kwamen we gewoon niet uit qua contract. En toen ben ik naar Spanje, naar Barcelona gevlogen, naar die club. En ja, ik weet niet, het leven, ja, tuurlijk. Barcelona is voor mij, als ik daaraan denk al, dan ging mijn hart al sneller kloppen. Ja, lekker weer, stad, klimaat, ja, een fantastische stad, precies. Ja. En die club, ja, het is niet de grootste club. Alleen ze hadden best wel veel plannen. Qua uitbreiding van het stadion.
En dat voelde voor mij heel goed. En ze hadden heel veel vertrouwen. En gewoon een goed contract kon ik tekenen, ja. Ja. Dus ik zei, dat wil ik doen, ja. En daar was de deal en het plaatje was er. Ja, zoals klap, ja. Was financieel. En dan, ja, precies. Ging je die stap maken. Ja. Ja, hoe was die stap? Ja, ik hoorde net een beetje van, ja, Vietnam is natuurlijk wel echt een flinke afstand. Ja. Kinderen mee, ja. Familie die je minder ziet. Spanje is dan relatief dicht. Maar hoe was alsnog de stap in het buitenland? Het is toch anders dan dat je hier in de omgeving bent. Ja, precies. Nou, kijk, 2 uur vliegen. Als ik een 2 dagen vrij had, kon ik gewoon naar Nederland toe. Want het is natuurlijk niet ver. Het is, als je met de bus gaat in Nederland, is het net zo ver. Ja. Ergens naar het noorden of zo. Ja, vanuit Venlo. Ja, precies. Heen. Ja, dus reistijd viel wel mee. Dus kwam ook wel vaak, mijn ouders kwamen over en vrienden kwamen ook wel eens over. Ja. Alleen je zit wel in Spanje. En qua regelen van dingen. Ik moest bijvoorbeeld inschrijven. Ik ging toen echt in het centrum van Barcelona wonen. Okay. Ik moest me toe gaan inschrijven dat ik daarin woonde. Nou, ik kwam in afspraak gemaakt om 2:30. En ik ben daar dus om 2:30. En om 3:15 word ik ergens geholpen. Hmm. Dus dat is Spanje. Ja, mañana, zeg maar. Dat is echt zo daar. Ja. En toen kwam ik daar. Alleen toen kon die geen Engels. Dus ik moest weer wachten nog 30 minuten op iemand die Engels kon. Die kon het vertalen. En ja, zo is het een beetje. Maar ja, ik was daar uiteindelijk iets van 3 uur of zo. En toen had ik me ingeschreven, terwijl je maar 1 formuliertje hoeft in te vullen. Dus dat vond ik wel lastig, dat ik zeg maar de taal niet sprak. Mm-hmm. Dat is wel lastig. Hoewel het in Barcelona dan wel weer gaat, omdat ze het meeste wel Engels spreken. Maar in het team spraken ook maar 2 of 3 mensen Engels. Okay. En de rest sprak Spaans. Ja. Hoe heb je dat toen aangepakt, een snelcursus Spaans? Ja, het begin was het een beetje vertalen door die 3 jongens natuurlijk. Alleen uiteindelijk ging ik Spaans wel gewoon verstaan. En dan snapte ik wat ze zeiden. Ja, door te doen, door te... Ja, gewoon het woorden aan elkaar plakken en toen kon ik het wel een beetje begrijpen. Ja. En ik probeerde Spaans terug te praten, maar heel veel vaak begrepen ze het niet. Dus uiteindelijk ging dat toch via hun. Ja, en voetbaltaal is niet zo moeilijk. Nee. Maar echt een gesprek, ja. Zij probeerde ook wel Engels te leren, zeg maar, door mij een beetje. Ja, precies. Ja. Zo kun je dat was wel leuk, hoor. Ja, dat was leuk. Kun je van elkaar leren. Maar zeker de communicatie in het veld natuurlijk. Wil je elkaar wel snappen. Ja, en dat probeerde ik wel in het Spaans, hoor. Maar dat ging prima eigenlijk uiteindelijk. Oké. Okay. Ja. Okay. Want hoe kijk je in ieder geval sportief terug op je relatief korte periode natuurlijk daar? Ja, 2 kanten. Ik heb daar ook weer een spierblessure opgelopen, waaronder ik toch wat minder speelde. Hamstring, scheurtje. Hmm. Maar ik heb daar heel erg wennen. Het was heel erg wennen. Je moest ook op velden spelen zonder dat je dacht van dat kan niet. Dat leek wel steen, weet je wel. Maar het was gewoon heel erg wennen. En ik denk dat ik het 2e jaar dat wel dan weg is. Dat je een halfjaartje echt nodig hebt om even te acclimatiseren. Ja. Een beetje daar echt wonen. Want het was best wel hectisch. Ja, midden in de stad. Midden in de stad. En dan heb je alles onder controle. En dat je dan echt kan focussen op voetbal. Alleen dat is dus niet van gekomen. Ja. Ja. Nee, dan komen we natuurlijk bij het volgende. In juni 2018 ging het natuurlijk ging het mis. Een heftig auto-ongeluk maakte eigenlijk een einde aan je voetbalcarrière. Ja. Ja, zou je kunnen delen wat er die dag precies gebeurde? Ja, ik was, ik had zomerstop, juni. Ik woonde toen in Barcelona. Mijn 3 vrienden van mij waren op Malta. Die hadden daar een huis gehuurd, gewoon een vakantietje. En die vroegen aan mij van, vind jij het niet leuk om hier nou 4 dagen heen te gaan? Zij zaten er al langer. Dus ik heb dat besproken en ik zei, is goed, ik kom eraan, weet je wel. Dit lijkt me echt leuk. En mijn toenmalige vriendin, die is toen teruggevlogen naar Nederland. Okay. En ik ben naar Malta gegaan, ja. Mm-hmm. En toen heb ik daar de laatste avond van de 4 dagen dat ik er was, ben ik eigenlijk in een taxi gestapt die van A naar B zou rijden. En die heeft de verkeerde richting, die is eigenlijk een inschatting verkeerd gemaakt. Die is op een andere weghelft terechtgekomen. En toen zijn we met 80 ongeveer in elkaar gereden met een andere bestuurder. En ik zat aan de linker voorkant, want je rijdt aan de andere kant in Malta. En die auto is eigenlijk precies in mijn punt gereden. Ik ben best wel groot, dus ik zat met mijn knie tegen het dashboard aan. En als je je voorstellen dat zeg maar de auto in je knie rijdt, waardoor jouw knie openbarst eigenlijk en je bovenbeen splijt en...
dat knalt gewoon uit elkaar. En ja, toen ben ik wakker geworden. En toen heb ik een vriend van mij, die reed een andere auto achter ons. En die is naar mijn raampje gekomen en ik had echt het gevoel van dit is klaar. Alles lag open en ik verloor zoveel bloed, zeg maar, dat het ook nog echt kantje boord was uiteindelijk. Maar ik dacht, het is klaar. Ik heb afscheid genomen bij hem en ik heb gezegd van, zeg dat ik van mijn kinderen hou, weet je wel. Echt dat soort dingen. Ik heb dat later gehoord. Ik heb dat niet bewust toen meegemaakt. Wow. Maar hij zei, nee, ik blijf erbij, weet je wel. Gewoon zo ging het echt, op die manier. En ik zat helemaal in de kreupels en ik zat in die auto gevouwen. En uiteindelijk ben ik weggevallen, zeg maar. Dus ja, ging mijn ogen gewoon dicht. En ben ik eruit geknipt, heb ik later gehoord, met zo'n brandweerschaar. En naar het ziekenhuis gebracht, ja. Wow. En daar hebben ze mij zes uur lang geopereerd. Om te stabiliseren, zeg maar. Ja, ik verloor te veel bloed, zeg maar. Waardoor ze eigenlijk echt net op tijd waren. En toen werd ik wakker uiteindelijk in het ziekenhuis met allemaal pinnen en stellages in mijn benen. En moest ik even bedenken, waar ben ik? Ja. Wow. Ja. Super heftig, want wanneer kwam je, zeg maar, weer inderdaad bij, was dat pas in het ziekenhuis of kort ook nog op de weg, zeg maar? Nee, ik heb dat, die knal had je, zeg maar, en toen ben ik heel even wakker toen ik, zeg maar, met hem had gecommuniceerd, met die vriend van mij. Ja. En toen heb ik ook mijn knie gezien, ja. En wow, dat zag er niet fijn uit. Nee. Nou ja, mijn bovenbeen zat gewoon echt 20 centimeter naast mijn onderbeen. Dus dat hing erbij en dat stak uit en ja, dat zag er niet uit. Ja. Toen was je wel bij bewustzijn, dus nog op de weg. Ja, heel even. Ja. Heel even kort. Heel even kort. En toen heb ik dus gecommuniceerd met die vriend van mij. Ja, wat dingen verteld, wat ik net zei. Zo. En toen weg. Gewoon. Daarna weet ik het niet meer. Gewoon, het is klaar. Ja, dat dacht ik echt ook toen. Zo. Ja. Toen was je 26 volgens mij, toch? Ja, ik ben nu 29. Ja. Zo. Volgens mij, ja. Ja. Zo. Nou, toen naar het ziekenhuis in... Op Malta, ja. Op Malta, ja. En toen geopereerd. En daar nog twee keer geopereerd. Het gebeurde op maandag en ik ben op donderdag met speciale vlucht naar Nederland gevlogen. Oké, ook allemaal wel relatief snel gegaan. Maar uiteindelijk, toen ik in Nederland aankwam, mijn broer en mijn vader zijn gelijk naar Malta gevlogen. Om mij bij te staan, ja, eigenlijk. En ik heb daar ook nog zelfs een zak gehad met bloed. Maar die bleek dus... ik bleek allergisch te zijn voor dat soort bloed. Ja, dus ik kreeg een aanval, zeg maar. Toen dacht mijn vader, hij gaat nog alsnog. En toen hebben ze dat gelijk eruit gehaald. Toen bleek het gelukkig wel weer goed te gaan. En toen heb ik bloed gekregen. Ik moest gewoon bloed hebben, omdat ik te weinig had. Mijn HB-waarde was zo laag dat ik echt bij moest. En toen... mocht ik eigenlijk niet vliegen. Ik mocht eigenlijk niet weg. Ze hadden een speciale doktervlucht. Vanuit FC Utrecht heeft dat geregeld. Wow. Ja, heel mooi. Mooi. En die hebben eigenlijk ook geregeld dat ik gelijk naar het UMC in Utrecht kon. En dat ik werd opgehaald door een ambulance van Schiphol. Dat ik alles gelijk door en daar gelijk werd geopereerd ook. Zo. Dus daar ben ik ze heel erg dankbaar voor. Want dat heeft mijn been gered, denk ik. Want toen ik in Nederland kwam, zeiden ze van... we willen niet zeggen dat ze het verkeerd hebben gedaan. Maar het bleek dat mijn onderbeen nog steeds niet echt recht boven mijn bovenbeen stond. Dus dat het verkeerd ging groeien. Dus dat ik hem dan nooit meer zou kunnen buigen. Wow. En toen hebben ze eigenlijk in Nederland besloten door gelijk alles eruit te gooien. De stellages en pinnen en schroeven. En alles opnieuw te doen. Binnen 2 uur dat ik aankwam bijna. En dat was wel heftig, hè? Ja. Ja, en dan gaat eigenlijk het hele proces. Je bent dan weer bij bewustzijn. Je weet, ik ben er nog, je dacht, het is klaar. En dan gaat eigenlijk de hele lange revalidatie beginnen. En wat zegt zo'n arts dan bijvoorbeeld voor het eerst dat je weer een beetje bij bewustzijn bent? Nou, de artsen waren heel negatief. En ik weet niet of ze dat hebben gedaan om mij, zeg maar, voor het ergste te behoeden, zeg maar. Mm-hmm. Maar ze zeiden, zelfs in Malta hebben ze mijn vrienden hebben dat later aan mij verteld pas, hoor. Die zeiden, hij moet blij zijn dat hij zijn been nog heeft. Want ja, het was echt een centimeter langs mijn slagader bijna. Dat ging dat bot, zeg maar. Zo, ja. En dat was mijn been kwijt. En zij zeiden van, hij kan waarschijnlijk nooit meer erop staan. Nooit meer buigen, nooit meer lopen. Dat sowieso niet. Dus ja, reken erop dat hij dat been nooit meer kan gebruiken. Want hij heeft hem nog wel, maar hij gebruikt hem nooit meer. En dat hebben ze mij niet, hij kwam niet binnen in ieder geval bij mij.
Maar in Nederland zeiden ze dat eigenlijk ook. Je moet ervan uitgaan dat je niet meer kan. Ja. Nooit meer kan lopen. Nee, ja. En toen dacht ik, toen zat ik wel echt in zak en as natuurlijk. Toen ja. dacht ik van, waar doe ik dit voor en laat maar zitten. En uiteindelijk ging die knop om. Toen dacht ik, ik ga jullie het tegendeel bewijzen van, ja, fuck jullie eigenlijk. Ja. Ik ga gewoon laten zien dat het wel kan. Ja. Ja, kan ik me goed voorstellen, was eigenlijk mijn vervolgvraag van, ja, zijn er momenten geweest dat je dacht, ja, wat heeft het voor zin, waar doe ik het voor, zo uitlichtloos, ik kan niet... Ja, je moet je voorstellen, je hebt een... Ja, ik heb blij dat het alleen mijn knie is eigenlijk, hè. Want ik heb wat glaswonden, zeg maar, in mijn arm en mijn voorhoofd zit litteken in mijn kin. Mm-hmm. Alleen dat is niet zo heftig als mijn been. Ja. En mijn... je moet je voorstellen dat je binnen 2 weken dat ik in Nederland was, 7 keer geopereerd wordt. Dus dat je operatie in, operatie uit, operatie in, operatie uit. En de hele tijd aan jezelf de knie. En dat... En kreeg nog infecties erin. En ze dus moesten weer opereren en eruit. Dus jouw hoofd wordt, zeg maar... Je weet niet meer waar je het zoeken moet, zeg maar. Je bent helemaal van slag. En dan, toen dacht ik echt van... Dit laat maar, weet je wel. Stop er maar mee. Maar toen uiteindelijk ja, hebben ze toch die operatie even gestopt. En toen kreeg ik een soort ingeving van... let maar op. Ja. Want hoe is die knop wat je zegt? Hoe is die ingegaan? Weet ik niet. Ik heb heel veel met psychologen wel daar gepraat en met mensen met maatschappelijke helpers daar. En dat heeft mij wel geholpen hoor. Sinds toen, zeg maar, want ik geloofde daar vroeger nooit zo heel erg in. Geloof ik wel dat als je echt ergens mee zit, dat je daar het beste met iemand die gespecialiseerd is daarover kan praten. En dat ook op een positieve manier kan omzetten. En dat is toen wel gebeurd. En waar dat precies heeft gelegen, heeft ook wel te maken dat mijn 2 kids binnenkwamen daar. En dat ik dacht van, voor wie moet ik het doen? Nou, niet voor mezelf, maar in ieder geval voor hun. Zo. En toen dacht ik echt van, nu gaan we er echt aan werken. En gewoon kijken waar het uitkomt. Ja, tegendeel bewijzen. Ze kunnen zeggen wat ze willen, dacht je toen. Ja, tuurlijk. En dat gaat niet met een rechte lijn naar boven. Nee. Dat gaat alle kanten op een grafiek. Gaat van boven naar beneden, naar boven. En verder naar beneden, weer naar boven. Ja. Dat gaat echt alle kanten op. Alleen, uiteindelijk is het wel gelukt. Ja. Ja. Ja, respect. Ja. Ja, je had uiteindelijk maar 1 doel. En dat is gewoon weer kunnen lopen eigenlijk. Dat was je enige doel. En precies. Je doet het dan voor je kids. Ja, zeker. Ja. Ja, kan je iets vertellen over dit proces? Je had uiteindelijk dus die knop ging om. Je had het doel om... Gewoon het tegendeel te gaan bewijzen. Ja. Hoe is dat in het proces gegaan? Ja, ik begon in een rolstoel. Dus mijn been was echt gestrekt met die pinnen. Die kon ik ook niet buigen. Dus ik begon in een rolstoel. En toen met die rolstoel met pinnen in mijn been ben ik eigenlijk ook al ontslagen uit het ziekenhuis toen. Toen ben ik naar het MSC gegaan, Militair Revalidatiecentrum Doorn. En daar begonnen ze eigenlijk al met een soort oefeningen. Terwijl ik die pinnen allemaal nog in mijn benen had. Okay. Eigenlijk om mijn spieren weer een klein beetje wat sterker te maken. Dus zijwaartse bewegingen, zeg maar, wel boven de grond. Dus niet met belasting, want ik mocht het echt niet belasten. Nee. Ik mocht er niet op staan natuurlijk. En daar begon ik mee. En toen uiteindelijk gingen die pinnen eruit. En dat ging, dat vond ik wel heftig. Dat ging zonder verdoving. Dat ging zonder iets. En dan komen ze eigenlijk gewoon met een gereedschapsetje komen ze aan. En dat beginnen ze dan met moersleutels beginnen ze het uit elkaar te halen. En eruit je botten draaien. En dat vond ik heel erg veel pijn. Alleen zij zeggen wij kunnen dat niet met verdoving doen. Waarom weet ik niet. Maar... En toen moest ik voor het eerst mijn been gaan optillen. Alleen je moet je voorstellen dat je in je knie heb je geen banden meer. Je hebt geen meniscus, je hebt geen kraakbeen. Dus er zit niks in die knie. En als je dan je been wil op gaan tillen, blijft jouw knie heel even een klein beetje liggen. Dus jouw been wil wel omhoog, maar je knie komt later. Okay, ja. Dus dat deed zoveel pijn. En ik durfde ook niet echt te doen, omdat ik wist niet wat ik moest doen. Ja. En dat ging steeds wel ietsjes dan oefenen en weer iets beter. En toen kon ik uiteindelijk mijn hak, zeg maar, 2 centimeter optillen. Weet je? Dat ging, dat ging dan wel, dat ging echt in die grafiek, weet je wel. Dat ging steeds kleine stapjes. Ja. En toen bleek ik MSC, toen zei hij van, we gaan jouw knieschijf, want mijn knieschijf heb ik nog wel, mijn eigen knieschijf. Die gingen ze proberen los te maken, los te krijgen, want die zat helemaal vast, geroest, dus bedoel ik niet. Maar ik bedoel, allemaal littekenweefsel zit eromheen. Ja. Dat is zo hard, dat ze daar doorheen moesten duwen.
En toen ging hij mij op de rand van het bed gaan zetten. Elke dag 5 keer 10 seconden. En dan gingen ze er doorheen duwen. Dus gingen ze hem buigen. Mijn knie probeerden ze te buigen. En dat, ja, eigenlijk zou je het hem een keer moeten vragen, die fysio. Ja. Dan schreeuwde ik echt die hele kamer bij elkaar. Dat doet echt, dat gaat door merg en been gewoon. Dat doet zoveel pijn. Alleen hij zegt, dit moeten we doen om die buiging te krijgen. Want als wij het niet doen, dan kan je je been nooit meer buigen. Dan groeit dat gewoon vast. Ja, ja, weet je, ook weer zonder verdoving. Dus, ja, helemaal niks. Gewoon op de fysiokamer. Ja, ja, dat was heel heftig hoor. Heftig. En elke dag ging ik met tegenzin erheen. Alleen ook wel dacht ik van, ja, we moeten het gewoon doen. Weet je wel, wil ik ooit mijn knie nog gaan buigen? En dat ging steeds stapje bij stapje, ja. Dat werd dan 8 keer 10 seconden, dat werd dan uitgebreid. Ja. Echt mini-stapjes. Heel erg mini. Maar dat ja. Ene doel. Ja, echt mini-stapjes, ja. Ja. Het heeft ook heel lang geduurd, hoor. Zo. Ja. Ja. Ja, want hoeveel tijd zat er, ja, zeg maar, tussen het ongeluk en dus voor het eerst je beenstrekken, wat je net zei, met die pinnen eruit? Hoeveel? 2 augustus werden ze volgens mij eruit gehaald. Dus ja, dat is best wel een hele tijd. Ja. 6 weken volgens mij zaten ze die pinnen erin. Tja. Toen gingen ze eruit. Ja, en ik denk pas einde van het jaar dat ik hem ja, echt een beetje kon buigen. Ja. Ja, heel lang in de rolstoel gezeten. Heel inactief en ja, heel erg. Niks, ja. En toen kreeg ik een buigmachine mee uiteindelijk. En toen kon ik 10% buigen. Dat is helemaal niks eigenlijk. Ja. En uiteindelijk, echt veel later, ging ik naar 60%. Alleen ja, ze zeiden altijd, je moet blij zijn als je de 40 tot 60% haalt. Ja, toen dacht ik, ja, sorry. Ik vind, mindset is voor mij echt alles, zeg maar. Ja. Want ik denk dat je met een bepaalde mindset bijna alles kan bereiken. En nu zit ik op 110. Dus ja, dat is bijna het dubbele van wat zij hebben gezegd. En ja, elke keer, ik heb nog wel eens controles in het ziekenhuis bij die dokter, die mij uiteindelijk een nieuwe knie heeft gegeven, want dat heb ik wel gekregen. Okay. Ik heb een kunstknie en die is eigenlijk, ja, die is echt kunst. Er zitten 2 pinnen in mijn bovenbeen en in mijn onderbeen. En mijn knieschijf heb ik nog wel, mijn eigen knieschijf, maar de rest is van kunst eigenlijk, dat is gewoon nep. Ik heb ook geen banden in mijn knie, niks. Alleen die dokter die mij geopereerd heeft, daar kom ik nog steeds, die zegt, ja, dat is niet normaal eigenlijk. Ja, die had dat nooit verwacht hoe het ging. Ik loop, nee. ik loop gewoon als een kievit, zeg maar. Ik loop prima. Ik kan alleen niet rennen, niet springen, niet schieten, niet op 1 been heel lang staan. Ja. Want wanneer kon je, zeg maar, echt weer voor het eerst lopen? Kan je ons meenemen naar dat moment? Dat je gewoon voor het eerst weer een stukje kon wandelen of kleine stapjes? Kleine stapjes had ik ook al voor mijn kunstknie. Echt hele kleine stapjes. Ja. Alleen als ik dan 1 meter liep, dan had ik al echt super veel pijn. Want je moet je voorstellen dat je geen kraakbeen hebt, dat eigenlijk bot op bot ligt. Ja. En dat je dus op je bot drukt. Dus dat het gaat schuiven bot op bot. En dat ging al heel erg slijten. Dus ze hebben toen al foto's gemaakt. Ze zeiden van, nu al is jouw onderbeen aan het slijten. Dus als je hier, dat was al na een half jaar bijna, misschien nog sneller. Dus als jij hier langer mee doorgaat, ben je over 1,5 jaar bijna je onderbeen kwijt. Ja. Dus dat zei dus van, we hebben 1 optie. Of we gaan hem vastzetten en je kan hem nooit meer buigen. Of je krijgt, we gaan een kunstknie kijken of dat gaat lukken. En toen zei ik kunstknie, gelijk, binnen een seconde. Ja. Dus voor mij was dat de enige uitweg eigenlijk om ooit te kunnen gaan lopen. Er was nog steeds geen zekerheid. Alleen toen wilde ik eigenlijk gelijk die knie. Ja, ja. Ja, van helemaal wat je net zei, gewoon die mindset. Ja, is alles. Klinkt ook weer cliché in die zin, van mensen praten wel eens over, maar jij kan ook echt praten vanuit die ervaring, om zoiets, wat je hebt meegemaakt natuurlijk. Ja. Wat is er, zeg maar, veranderd in de zin van hoe je nu denkt over dingen, in vergelijking met voor het ongeluk? Wat is ik snap dat mensen het, zeg maar, cliché verhaaltjes vinden aanhoren. Ik begrijp dat ook, want dat had ik vroeger ook. Alleen wat veranderd is het kijken op het leven. Want het leven is best wel onvoorspelbaar. En ja, dat zie je aan zulke dingen. Alleen vroeger leefde ik gewoon niet echt in het... Ja, of juist wel in het moment, maar niet... Ik dacht er nooit bij na. Het ging gewoon. Dus het ging door en door. Voetballen, nou prima, weet je, voor een wedstrijd, dit. Ja. En je geniet niet echt van bepaalde momenten. En dat doe ik nu wel echt heel veel meer. Ik ben heel erg dankbaar dat het zo gaat. En dat... Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat heeft ook met mezelf te maken, denk ik. Dat heeft dus met mindset te maken. Alleen als er verteld wordt dat je nooit meer wat kan, en dan uiteindelijk het wel kan, ben je daar gewoon heel erg dankbaar voor.
En ook al kan je niet meer alles wat je kon, ja, kan je voor je gevoel wel heel veel. Omdat die verwachtingen waren gewoon heel anders. Ja, je hebt gewoon waargemaakt dat wat jij in je hoofd had. En dat was precies, weer kunnen lopen. Ja, en daar heb ik uiteindelijk over zitten. Ja, daar droom je dan gewoon van. Ja. Alleen, je weet zelf natuurlijk ook niet of het gaat lukken. Maar je probeert het wel. Ja. Precies, ja. Ja. Ja, wat ik zeg, super veel respect, super heftig. Mm. En echt uit een diep dal geklommen met dat ene doel. Kijk, eerst... Ja. Daarvoor waren het, had je hele andere doelen. Wat je zegt, zat je in een soort... Misschien wel een tunnelvisie van... Oké, ene wedstrijd in, andere wedstrijd uit, training. Ja. Je gaat weer naar huis, je rust. En nu geniet je echt, denk ik wel letterlijk, van de kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld al stappen zetten op straat bijvoorbeeld. Van zoiets kleins, wat normaal is voor iedereen. Ja. Daar geniet je nu. Nee, ja, precies. Van. Kijk, voor mij is dat niet normaal, ja. Of in ieder geval, voor mij... Ik heb het in ieder geval anders meegemaakt. Omdat je in een rolstoel zat en ook de hele dag met krukken moest lopen. Maar uiteindelijk, als het dan weer een beetje goed gaat, ga je weer andere doelen stellen. En dat heb ik wel. En dat heb ik nu. Ik ben nu alweer een tijd werkzaam bij de Keizer Makelaarsgroep. En daar doe ik werk in de makelaardij. Dus ja, dan ga je toch weer hele andere doelen stellen. Waar ik het nu heel erg naar mijn zin heb. Lekker druk is het. Ja. En ik ben gewoon heel erg gezegend, zeg maar, dat het nu zo gaat. Ja. Dankbaar dat je dit allemaal mag meemaken. Ja, zeker. Ja, natuurlijk een mooie nieuwe uitdaging gevonden als makelaar nu. Ja. Want dat was natuurlijk ook het... we hadden het net al over de financiële kant. Ja. Ja, natuurlijk het hele horrorongeluk natuurlijk brengt ook flinke kosten met zich mee. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want dat brengt natuurlijk toch een extra probleem op het supergrote probleem. Nou ja, precies. En dat heb ik wel eens aan mensen uitgelegd. Het is gewoon vervelend dat als je ergens heel erg hard mee bezig bent, dat er nog iets bij zit wat eigenlijk bijna net zo erg is, zeg maar, op die manier. Ja. Omdat, dat ongeluk gebeurde toen op Malta. En toen, op Malta was ik een of andere reden dus niet verzekerd voor dat. Mm. En dat heb ik allemaal zelf moeten betalen. En ik had natuurlijk een spaarpotje. Ik heb veel gespaard met voetbal. Maar op een gegeven moment was ik dat allemaal kwijt. Dus ik had eigenlijk gewoon 0 euro op mijn bankrekening. En dan moet je een soort van je ouders wat lenen om dingen te kunnen betalen. Verband, ik zeg maar wat. Allemaal dat soort dingen. En ik was natuurlijk woonachtig in Spanje. Malta was het ongeluk. En ik zat revalidatie in Nederland. Dus ja, het maakt het heel complex, zeg maar. En niemand wist precies wat hij moest doen toen. En... Dus dat heb je er ook nog bij, dat je gewoon niet kan betalen. En uiteindelijk was het ook nog de vraag of mijn revalidatie zou vergoed worden. En dat zou echt in de tienduizenden euro's gaan lopen. Maar dat is uiteindelijk gelukkig wel goed gegaan met die revalidatie. Alleen je moet je voorstellen dat je gewoon niks meer hebt. Ja, gewoon echt naar nul ga je gewoon. En dan zit, dat doet wel pijn hoor. Ja, dat je zelfs aan de centen van je kinderen spaargeld, dat moet je gewoon gaan gebruiken. Omdat het anders niet werkt, dan lukt het niet. En daarom, daar hebben we het net al even voor de podcast over gehad natuurlijk. Dat je dan hulp krijgt van mensen. Dus Caroline van Meel, daar ben ik ontzettend dankbaar. Ja, Die heeft toen die crowdfunding opgezet. En dat is, door zoveel mensen hebben daar gedoneerd met een mooi berichtje. En dat heb ik al vaker gezegd, maar daar ben ik super dankbaar voor. Ja, echt, dat grond van mijn hart, weet je wel. Dat heeft mij zo erg geholpen om uiteindelijk te staan waar ik nu sta. Ja, echt. Ja, kippenvel. Ja, echt kippenvel, ja. En toen, dat verhaal met Hakim Ziyech, die heeft toen eigenlijk het bedrag aangevuld. Vooral voor kosten van de advocaat. En dat loopt nog steeds op Malta. Dat gaat gewoon niet zo snel. Ja. Alleen... ik had niks meer. In Spanje, de voetbalclub betaalde ook niet meer. Die probeerde eigenlijk van me af te komen zonder mij ooit maar een cent te betalen. Daar moesten we toen een rechtszaak van maken. En dat ging alle kanten op. En dat is vervelend als je in zo'n proces zit dat dat er ook nog bij komt. Ja, echt een probleem op een probleem. Ja, precies. Wat je zegt, het ene moment ben je profvoetballer, is dat je beroep. En zo heb je inderdaad 0 euro. Ja. En zit je ook nog met... Ja, precies. Dat stukje dat het leven heel onvoorspelbaar is. Dat je denkt dat je het heel goed voor elkaar hebt. En dat het dan binnen... hoe lang is het? Binnen een paar dagen in één keer... Ik kan niet meer lopen en je hebt geen geld meer.
Ja, het is heel erg. Het is, heel fragiel. Ja, heel erg. En natuurlijk is mijn situatie is dan complex. Weet je, dat je zo'n drie punten hebt. Maar toch, ja. Het is wel wat er kan gebeuren. Zo. Hoe heftig het ook allemaal is. Ja, het wordt vaak gezegd van geniet van vandaag, et cetera. Ja, het is cliché, maar het is echt wel. Ja, het is echt waar. Zeker. Het is echt waar. Ja, natuurlijk een super mooie actie natuurlijk van de... Ja, mocht de luisteraar gemist hebben, kan eigenlijk haast niet. Maar, nee, dat was groot nieuws. Ja, dat was groot nieuws. Jong FC Utrecht, Go Ahead Eagles natuurlijk ook nog eens. Het kwam zo mooi samen dat het twee clubs zijn waar je gespeeld hebt. En ook een goede tijd hebt gekend. Ja. En natuurlijk Hakim Ziyech, die ook... nog doneerde. Nee, ja, precies. Hoe dat gebeurde toen... Lars Veldwijk, dat is een goede vriend, die kende ik natuurlijk wel goed van vroeger. Ja. Die heeft mij toen een bericht gestuurd van iemand wil eigenlijk je spreken, weet je wel. En toen kwam Jazzy, een goede vriend van hem. En Hakim kwamen toen die wilden mij bellen en die zeiden van we hebben die wedstrijd gezien. We wisten niet eens echt dat het zo op die manier was. Ja. Dus ik zou graag willen aanvullen. Ja, ja toen dacht ik van wat is dit, weet je wel. Van, hoeft niet. Ja, dat is eerst wat je zegt. En tuurlijk heb je het heel hard nodig. Ja. Alleen het eerste wat je zegt, nou ja, het hoeft niet. Hij zei ik sta erop, ik moet dat doen. En toen heeft hij aangevuld, ja. En daar heb ik heel goed kosten mee kunnen dekken, ja. Wow. Ja. Grote voetballer, maar ook een groot... Ja, dat is... Nog een groter hart. En geloof mij, hij was toen ook de beste voetballer in de Eredivisie op dat moment. En nu nog steeds natuurlijk bij Chelsea, zie je net. Ja. Alleen, gewoon als persoon. Ik spreek hem nog steeds best wel veel. Ja. En gewoon als persoon... Mensen zien iemand anders, zeg maar. Terwijl hij is echt een grote persoonlijkheid, laat ik dat zeggen. Gewoon heel groot hart. Respect. Echt. Ja, heel veel respect. Zeker. Respect. Ja. Zou ik mijn hele leven dankbaar zijn. Ja, want je kon hem daarvoor niet persoonlijk natuurlijk ook. Niet echt persoonlijk. Ik heb hem natuurlijk wel een paar keer via, weet je wel zo. Maar niet persoonlijk, zeker niet. Nee. Ja. Ja, dus dan maakt het extra bijzonder, vind ik. Ja. Ja, en daardoor... kon je leven letterlijk weer oppakken. En sta je waar je nu staat. En kan je weer lopen. Heb je een nieuwe uitdaging gevonden in de makelaardij. Ja. Want als je daarnaar kijkt. Wat zijn op dit moment doelen die je hebt vanuit nu? Zeg maar. Precies. Ik heb toen mijn financiën weer op orde gekregen. Ja. En uiteindelijk heb ik dat nu lekker weer uit kunnen breiden. Door opleiding te gaan doen. Ik ben toen opleiding weer begonnen. Makelaardij. Ja. En daar heb ik de eerste opleiding eigenlijk van afgerond. En werk ik fulltime bij de Keizer Makelaarsgroep dan. Vooral in Maarsen nu. Okay. En heel erg naar mijn zin. Ik ben ook heel erg dankbaar dat zij mij die kans hebben gegeven. Want ik had qua papieren nog niet zoveel. Alleen daar ben ik nu echt keihard mee aan het werk. Ja. Dus ik heb mijn eerste papieren wel gehaald al. En nu ben ik door aan het studeren naast mijn werk. Dus er zijn genoeg doelen om te... Die ik heb. En ik wil eigenlijk gewoon heel succesvol worden in de makelaardij. Dat is nu mijn doel. Ja. En daar ben ik, wat ik zei, echt heel erg dankbaar voor dat zij mij die kans geven. Ja, toevallig daar is ook een vraag over ingestuurd via Instagram. Dus we gaan al een beetje richting het einde van de podcast. En dat zijn altijd de Instagram vragen die ingestuurd worden door luisteraars of door volgers op Insta. Ja. Ja, of kijk, hieronder staan ze. Zou jij er een aantal of allemaal willen uitpikken? De onderste. Ja. Ja, wat ging er door je heen toen je besefte dat je carrière erop zat? Daar hebben we het denk ik al een beetje over gehad. Ja. Maar wat ik daaraan kan zeggen is dat je op het moment dat het gebeurt daar eigenlijk niet mee bezig bent. Dus je bent niet bezig met je carrière, maar je bent bezig met overleven. Ja. En dat is, ja. En uiteindelijk... besefte ik pas na een jaar, anderhalf jaar, dat echt mijn carrière voorbij was. Terwijl ik het al langer wist, maar toen ging ik pas echt doordringen. En toen vond ik het ook wel moeilijk om zeg maar, oud teamgenootjes te zien voetballen. Heb ik nu niet meer. Okay. Maar toen vond ik dat best wel lastig om te kijken. Dan dacht ik van, ja, dat sta ik nooit meer, weet je, op die manier. Ja. Dus dat deed best wel pijn, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Want het is natuurlijk je droom, weet je. Ja. Dat heb je bereikt. En dan valt het in één keer in duigen. Dus dat,
dat was op het begin wel heftig. En daar heb ik uiteindelijk nog een keer echt hulp voor gekregen ook later. Ja. Maar dat heeft mij wel geholpen. Ik kijk nu prima. Ik heb heel veel contact met teamgenootjes van vroeger. Ik kijk wedstrijden van ze. Ja, het gaat gewoon om voetbal. Prima. Ja. Precies. Precies. Ja. Ik kan er nu beter naar kijken en ook wel van genieten. Ja, wel zeker. Wedstrijden. Ja. Ja, mooi. Zou je de voetbalwereld weer in willen? Ik heb de trainersopleiding gedaan. Die had ik al in 2015 gedaan. Oké. Okay. Maar dat is, ja, ik heb een jaar SV Houten getraind. Maar dat is denk ik net niet voor mij. Dat komt vooral omdat ik niet een balletje kan trappen, niet kan rennen. En het wel graag voor wil doen. Dus het overbrengen gaat goed. Alleen het laten zien van oefeningen, dat lukt me niet. Dus dat denk ik niet qua dat. Ja. Maar op kantoor bij een club, dat zal misschien nog wel ooit. Maar op dit moment is dat totaal niet aan de orde. Want ik heb het gewoon heel erg naar mijn zin waar ik nu zit. Ja. Alleen dat zal misschien dan de enige punt zijn wat ooit kan. Ja, maar niet, in de, niet als trainer. Nee, precies. Dat niet zie op het ik veld. Niet zo. Nee. Meer erboven. Ja. Nou, je bent nu makelaar, vraagt iemand. Leek je dit altijd al leuk? Ja, en dat heeft vooral ook te maken met dat ik veel verhuisd ben. Natuurlijk voor het voetbal. Ja, veel huizen heb ook gehuurd. Een huis gekocht hier in Houten. Ook zelf toen die tijd in 2013 heb ik dat verkocht. Wel met een behulp van een makelaar toen. Okay. Dus dat vond ik altijd al wel interessant. Interessante wereld. En toen was het iets sneller dus dan ik hoopte. Alleen toen ik weer een beetje kon lopen en ding, toen dacht ik van, wat ga ik doen? En toen was eigenlijk de makelaardij was gelijk dat ik dacht, dat wordt mijn doel. Ja. En daar ben ik toen, heb ik mijn opleiding gehaald. Toen ben ik gelijk gaan solliciteren. En toen ben ik bij de Keizer Makelaarsgroep begonnen. Ja. Oké, tof. Ja, heel tof. Ja. Heel snel. Het is best wel snel gegaan. Maar wel een mooie uitdaging nu. Dat is top. Ja, zeker. Ja. Nee, mooi. Ik had altijd een laatste vraag in de podcast. Misschien heb je hem ook gehoord bij de vorige afleveringen. Weet ik niet meer, eerlijk gezegd. Okay. Ik stel altijd de vraag, wat heb ik niet aan je gevraagd, maar zou je wel graag willen beantwoorden? Je hebt eigenlijk denk ik alles gevraagd. Dat is eigenlijk in een beknopte versie eigenlijk mijn hele levensverhaal, zeg maar, op die manier. Alleen voor de mensen zou ik willen zeggen, hoe ver je ook in de put zit, blijf proberen altijd echt ervoor te strijden. Want er is vaak, ik zeg niet altijd, er is vaak een uitweg naar iets moois. Dat is het enige waar ik mee wil afsluiten. Dat is een hele mooie. Afsluiten heb ik niks meer op toe te voegen. Top. Dankjewel dat ik hier mocht zijn. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Yes, geen probleem natuurlijk. Respect voor je verhaal. Inspirerend. Ook zeker denk ik wel naar de luisteraar die nu luistert. Hoe je eigenlijk uit het diepe dal bent geklommen en staat waar je nu staat. Echt vanuit die mindset dat gedaan. Dus een echte strijder, dus dankjewel. Geen probleem. En dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.